Schumacher langs de buitenkant. Dat is gunstig voor Hill. Daar Berger. Schumacher er voorbij. Oh! Inouye die dan in één keer aan de kant gaat. Ja, natuurlijk! En Hill die nu Schumacher eraf tikt. Het is, klinkt voorbarig, de schuld van Inouye. Inouye rijdt gewoon aan de rechterkant. Hill gaat er links, Schumacher gaat er links voorbij. Hill gaat er dan rechts voorbij en van voren gaat hij in één keer naar de andere kant. En nu is Schumacher kwaad. Schumacher is nu bloedlink op Damon Hill. Maar ze liggen allebei uit de wedstrijd. En dit is wat je gewoon een puur raceongeval noemt. Maar Schumacher heeft niet gezien wat er gebeurd is. Let op in de herhaling. Het is Taki Inouye die in één keer een andere manoeuvre maakt. Kijk, en daardoor moet Hill veel later in de remmen. Moest van de andere kant komen, haalt het niet en raakt hier Michael Schumacher. En zo spinnen ze met z'n tweeën voor de derde keer van de baan dit jaar. Engeland, Spa en Monza. En Schumacher is kwaad en Hill zal nu wat uit te leggen hebben. Maar wordt er nog gepraat? Of niet? Of gaan we matten? Want ook dat hebben we ooit in de Formule 1 wel eens gezien. Er wordt in ieder geval niet gepraat. Let op, kijk, rechts rijdt Taki Inouye. Dan denk ik dat Hill ook naar links gaat nu. Ja, natuurlijk. En daar komt hij Inouye. En dan moet hij naar rechts. Moet hij zijn rempunt verleggen. Verliest het. Schumacher remt. Bam. En Hill. Het komt doordat Hill zijn rempunt moest gaan verleggen.